In Leiden moet je je afvalplastic gewoon bij het restafval gooien. We gaan het plastic er weer uithalen in een nascheidingsinstallatie, zegt de gemeente. Vreemd toch? Eerst erbij gooien en dan er weer uithalen. Bovendien, de buurgemeenten zamelen plastic wel apart in. Ik ben verbaasd. Ik wil weten hoe het zit. Wat is nou beter? Zelf apart inleveren of nascheiding? En waar gaat ons plastic naartoe? Wordt het wel gerecycled? En past de keuze van de gemeente wel in een circulaire economie? Wat is dat eigenlijk, circulaire economie? Nou ja, laten we bij het begin beginnen. Waarom heeft Leiden gekozen om het plastic door nascheiding uit het afval te laten halen in plaats van mensen zelf het apart in te laten leveren? Ja, dat had eigenlijk te maken met de resultaten. We zagen gewoon dat uiteindelijk het aandeel plastic wat toch aan de voorkant gescheiden werd niet zo heel erg hoog was. Dus in het voorjaar van 2018 heeft de gemeenteraad besloten om plastic te gaan nascheiden. Want dan zijn de resultaten gewoon veel beter dan met de voorscheiding. En we gaan dus gewoon ook inzetten op het scheiden van andere fracties. Nou, woon ik zelf in Leiden en ik moest best ver lopen of fietsen om dichtstbijzijnde plastic container te vinden. Dus ik denk dat als Leiden meer containers neer had gezet, was de bronscheiding ook beter gelukt. Ja, dat zou kunnen. Alleen is het wel lastig in de openbare ruimte waar je die containers allemaal kwijt kan. Ja, in aanvulling hierop speelt ook een rol dat mensen relatief krap bij huis zijn. Leiden is een van de sterkst verstedelijkste gemeenten van Nederland. Dus je loopt ook inpandig natuurlijk tegen beperkingen aan van hoeveel afval mensen nog tussentijds kunnen opslaan voordat ze dat naar de verzamelcontainer kunnen brengen. Dus dat draagt ook niet bij aan de bereidwilligheid om afval bron te scheiden. Wat zijn de eerste resultaten die bereikt zijn met de nascheiding? De AVR die rapporteert dus regelmatig de resultaten. Ze zijn in januari dit jaar begonnen, dus ze zitten nog in een opstartfase. Dus je ziet de resultaten die fluctueren wel enigszins. Maar in de zomer, de resultaten die ik in de zomer teruggekoppeld kreeg, lagen die boven de 50% van het materiaal wat dus aangeleverd wordt en nagescheiden wordt voor hergebruik. De 50% van het plastic, metaal en drakkarton, wat aangeleverd wordt er uitgehaald voor hergebruik. En een beetje ter vergelijking, in de voorafgaande jaren deden we binnen Leiden aan bronscheiding. Er werd ongeveer 10% van het plastic via bronscheiding eruit gehaald en kwam ter beschikking voor hergebruik. De gemeente krijgt geld om het plastic uit ons restafval te laten halen. Om te horen hoe dat precies zit, spreek ik Miranda Boer van het Afvalfonds Verpakkingen. Ja, het Afvalfonds Verpakkingen is in 2013 opgericht om uitvoering te geven aan de producentenverantwoordelijkheid, zoals dat dan heet. Dat wil zeggen dat als je als bedrijf dat verpakte product op de markt brengt, wettelijk verplicht bent om zorg te dragen dat die verpakkingen worden ingezameld en gerecycled. De bedrijven die betalen aan ons een heffing over de verpakkingen die ze op de markt brengen, dus naar aantal kilo's en ook nog naar materiaalsoort. En daarmee vergoeden wij de gemeente voor de kosten die ze maken voor inzameling en de verdere sortering en verwerking van de verpakkingen. De gemeente ontvangt van het afvalfonds een vergoeding van €656 per ton gerecycled plastic verpakkingsmateriaal. Dus we betalen de kosten voor scheiding en recycling niet via de gemeentelijke afvalstoffenheffing, maar de kosten zitten als het ware verwerkt in de producten die we kopen. Eigenlijk wel logisch. En al het andere plastic dat we in de prullenbak gooien, dat wordt niet gerecycled. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Het plastic dat op verpakking lijkt, zoals de grijze vuilniszakken, worden wel gerecycled. Maar dat wordt niet vergoed door het afvalfonds verpakkingen. Het Leidse restafval gaat naar de nascheidingsinstallatie van AVR in het Rotterdamse havengebied. We zijn hier in de controlekamer. Hier wordt door onze operators het proces in de gaten gehouden. En dat doen ze 24 uur per dag, iedere dag van de week. Ja, hoe gaat het in zijn werk, de nascheiding? De scheidingsinstallatie bestaat uit verschillende technieken. Onder andere een shredder, een schutzeef, een ballistische scheider en een nabij infrarood installatie. Door al deze verschillende technieken wordt het plastic gescheiden en kunnen we het op een goede kwaliteit afvoeren naar de sorteerder.
Gaan we zo naar de shredder, de zakkenopener, dan komt het hier op de opvoerband terecht. Dus dit is echt een ongesorteerde, ongescheiden afval. Ja, dan zie je wat we zo allemaal weggooien met z'n allen. Ja. Deze band zie je dat het plastic, het 3D plastic, al uit het restafval is gescheiden. En deze band loopt naar de nabij infraroodscanner die daar nog een verdere schifting in maakt. Dus tussen 3D en drankpak. Ja, wat voor materiaal staan we hierbij? Dit wat je hier achter ziet zijn de 3D kunststoffen. Er komen uit de installatie 3 soorten kunststoffen en 3D is de grootste stroom die eruit komt. Dat is ongeveer 60% van alle plastics die wij uit de installatie halen. De andere stromen die we scheiden in de scheidingsinstallatie zijn metalen, folies en drankenkartons. Waar gaat dit materiaal naartoe? Deze 3D kunststoffen die gaan naar Duitsland, want deze balen bevatten eigenlijk nog heel veel verschillende soorten kunststof. Je zit hier PET in, PP en PE. En in Duitsland wordt dat nog gesorteerd, zodat er stromen overblijven die gerecycled kunnen worden. AVR haalt inderdaad veel plastic uit ons restafval. Maar het ziet er toch nog best wel vies uit. Voordat ik het plastic verder achterna reis, wil ik professor Raymond Grades raadplegen of het nou echt zo'n goed idee is om na te scheiden. Leiden is overgestapt op het nascheiden van plastic van huishoudens uit het restafval in plaats van broninzameling. Wat vindt u van die keuze? Vind ik een verstandige keuze. Om 3 redenen vind ik dat een verstandige keuze. Het is beter voor het milieu na scheiding. Het is ook makkelijker voor de consument is het na scheiding. En het is ook goedkoper. Nou, het is in ieder geval niet duurder. Het is beter voor het milieu, zei u. Hoe kan dat? Ja, dat heeft eigenlijk 2 oorzaken. Kijk, wat je ziet is dat er bij nascheiding meer plastic uit het restafval gehaald wordt dan bij bronscheiding. Nou, tweede reden is dat natuurlijk vervoerstromen dat die bespaard kunnen worden. Ja, dat laatste snap ik. Je hoeft geen extra vuilniswagens te laten rijden om het plastic apart op te halen. Maar dat nascheiding meer plastic oplevert dan bronscheiding, daarvan ben ik niet overtuigd. Ik heb net gezien dat de machines van de AVR er ook niet alles uit kunnen halen. Eigenlijk is er nog een derde reden, omdat de kwaliteit van het gescheiden plastic hoger is in het geval van nascheiding dan in het geval van bronscheiding. Kijk, zeker de allermodernste machines, die weten razend precies de goede soorten plastic eruit te halen. Ja, ook daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik heb al ontdekt dat niet alle soorten plastic gerecycled worden. Chipzakken en wegwerpbordjes, bekertjes en bestek bijvoorbeeld worden niet gerecycled. Maar ik gooide dat zelf vroeger ook in de plastic container, toen die er nog stond. Maar dat had dus niet gemoeten. Kortom, mijn stelling is van doe de dingen die noodzakelijk zijn, maar ga iemand niet vermoeien met dingen die een machine veel beter kan doen. Ik leg dezelfde vraag ook voor aan Geert Bergsma van CE Delft. CE Delft doet veel onderzoek naar hernieuwbare grondstoffen, zoals gerecycled plastic. Eigenlijk ontloopt het elkaar niet veel. Per kilogram materiaal scoren vooral zowel nascheiding als bronscheiding gewoon heel goed. Het is wel verschillend per type wijk. Met veel hoogbouw en vrij dichte bebouwing de contacten zijn vaak wat anoniemer. En dan is het moeilijker om met bronscheiding hoge recyclepercentages te halen. Op platteland of in buitenwijken, die Leiden natuurlijk ook veel heeft, is het met bronscheiding wel goed mogelijk. En voor Leiden zou je dan zeggen, voor de binnenstad en de dichtbebouwde wijken is nascheiding heel geschikt, want dan krijg je waarschijnlijk meer materiaal. In de buitenwijken zou bronscheiding ook goed kunnen. Ook een idee. Nascheiding voor de binnenstad en de hoogbouw en bronscheiding in de buitenwijken met laagbouw.
Dat is in het voortraject, hè, voordat we tot besluitvorming overgingen, is dat wel een van de scenario's geweest die we onderzocht hebben. Van, is het mogelijk om een soort hybride model te gebruiken? Maar ja, daar is de schaal van Leiden toch te klein voor. Dan moet je twee verschillende soorten inzamelsystemen in de lucht houden. Ja, en dat is duurder dan één systeem wat je dan heel efficiënt kan uitrollen. De combi van bron- en nascheiding is misschien alleen te betalen als Leiden het samen doet met de buurgemeente, zoals Zoeterwoude. En daar tref ik nota bene een Leidse vuilniswagen aan die gescheiden plastic afval ophaalt. Leiden is het apart inzamelen van PMD in elk geval nog niet volleerd. Ik volg de plastic flessen, bakjes, potjes en schaaltjes naar het sorteerbedrijf in Duitsland. Directeur Pedro Casares laat me de machine zien die het plastic kan herkennen op soort. Die dus het verschil ziet tussen een fles gemaakt van bijvoorbeeld PET of PP, polypropeen. Goedendag, welkom bij Augustin. Hier bevinden we ons in de KSA, de kunststofsortieranlage der firma Augustin in Meppen. Hinter mir sehen Sie einen sogenannten NIR-Trenner. Das ist ein Nah-Infrarot-Trenner, der mit optischen Sensoren quasi erkennen kann, welche Kunststoffe an welchem Ort auf dem Band während des eines laufenden Betriebes erkennt und automatisch ausschießt mit Druckluft. Das heißt, wenn keine Druckluft da ist, fällt der Abfall in einer engeren Kurve runter. Wenn das Gerät, wenn es eingestellt ist, auf PP schießen soll, dann erkennt das Gerät, wann, wo sich dieser PP-Bestandteil befindet und schießt dann quasi am Scheitelpunkt das PP mit Druckluft raus, sodass die Wurfparabel sich verändert. Deze Maschine schiet dus de PP-Verpakkingen in een aparte bak. Voor de andere soorten plastic heeft Augustin nog drie van zulke machines staan. Buiten laat Pedro Casares me zien hoe de gesorteerde kunststoffen gelabeld zijn met de herkomst, in ons geval AVR. Ik ben blij verrast, want zo is dus nog steeds te herkennen in welke balen het Leidse plastic zit en waar het heen gaat. Ik ben benieuwd naar de resultaten van de sortering. Also wir sortieren hier in der Kunststoffartentrennung PP, PE. Wir sortieren weiter in PET-Flaschen, PET-Trays. Wir sortieren auch Folie und Mischkunststoffe, Getränkekartons, auch bekannt unter Tetrapack, aber auch Weißblech und Dosen. Die aussortierten Quoten, die hängen natürlich stark von dem Inputmaterial ab, weil wir haben verschiedene Anlieferer und es ändert sich auch, weil wir im Winter ein anderes Verhalten des Materials haben als im Sommer durch Witterungseinflüsse, aber auch durch Einflüsse, die zum Beispiel in den niederländischen Küstenregionen, wenn die Deutschen alle dort Urlaub machen, entsprechend Abfall dort lassen und entsprechend dann auch wieder sich die Abfallzusammensetzung wieder etwas verändert. Und wie viel Residu haben Sie? Auch das kann man nicht an einer Zahl festmachen. Diese schwankt zwischen 15-25%, wie ich gerade schon erläutert habe. Hängt das auch stark mit dem Inputmaterial auch zusammen, weil je mehr Feuchte an dem Material hängt, desto mehr Schmutz hängt eben halt mit dran. Und das zeigt sich dann wiederum hinten raus, dass dann der Anteil an Restabfall entsprechend steigt. Aber zwischen 15-25%, das ist schon eine nennenswerte Größe. Ik besluit een paar soorten plastic verder te volgen. De PET-flessen, de PET-schaaltjes of trays en het materiaal dat niet verder op soort wordt uitgesorteerd, maar als mix wordt gerecycled. Woher gehen die sortierten PET-flaschen? Also die sortierten PET-flaschen bei uns hier an dem Standort, gerade auch von der AVR, gehen zu Wellmann unter anderem. Zurück in die Niederlande. Und die PET-trays? Voor PET-trays is er op dit moment nog geen goede oplossing. Vinden op dit moment zijn er initiatieven, met name in Nederland, bij 4PET, maar ook bedrijven als Cumapol of Ionica, waar technieken ontwikkeld worden om in de toekomst PET-trays te kunnen verwerken. Maar op dit moment is de afzet van de PET-trays heel lastig en zeer beperkt. De mischung, waar gaat die? De mix gaat naar een verscheidenheid aan verwerkers. Een grote afnemer van zowel de mix als ook de foliefractie is de firma Kapka. Dat is een producent van
houtvervangende plastic producten. Een producent waar we ook later een keer zullen gaan kijken. Inmiddels geregeld. En die maken van die mix direct een eindproduct. Wat we weer terug zien keren in onze maatschappij. De mix reis ik later achterna. Ik ga eerst kijken bij Welman hoe de petflessen verwerkt worden. Nou, hier zien we een stuk van onze voorraad. De petflessen komen hoofdzakelijk in balen binnen, die grote geperste pakketten. Ja, we hebben vier lijnen waarop het materiaal wordt ingevoerd. Iedere lijn heeft zijn eigen specifieke mogelijkheden, maar in beginsel komt het erop neer dat je grote balen met flessen invoert, die als eerste worden opengebroken en vervolgens gaan ze langs diverse sorteerstappen met een magneet, een eddy current, om de non-ferro uit te sorteren en vervolgens diverse sortering op kleur en materiaal door middel van het nier-infrared. En als allerlaatste doen we nog een extra stap door middel van handsortering. En daarna hebben we als het goed is alleen maar heldere en lichtblauwe flessen over. Die worden vermalen tot flakes op eindproduct. Dit is helder PET uit de Belgische PND-inzameling. Dus dit wordt in België door de inwoners thuis voorgesorteerd ingezameld. En de sorteercentra in België die maken daar stroom van met helder PET of met blauw PET of met groen PET of andere kunststoffen. Ja. Wat is nou de mooiste kwaliteit om te recyclen? Nou, in beginsel heb je twee soorten kwaliteiten. Of statiegeldstromen. Of PMD-stromen of huishoudelijke inzameling. Binnen de stromen die van de huishoudens wordt ingezameld, moet je een keuze maken tussen of voorsortering of nascheiding. Dit is voorscheiding. Dit is heel schoon, plus ook nog volgens een hele strenge specificatie gesorteerd. 98% is heldere petflessen. De Nederlandse stromen worden gesorteerd met een lagere specificatie. En je hebt daar een splitsing tussen voorscheiding en nascheiding, waarvan nascheiding vaak ietsje viezer is, waardoor de sortering bij de recyclers ietsje lastiger wordt. En die stroom was minder zuiver, maar dat is bij voor- en nascheiding allebei? Ja, in Nederland is het zo geregeld, centraal gezien, dat er een specificatie wordt gebruikt. Dus de sorteerders moeten de petstroom maken volgens een bepaalde minimumstandaard. En die standaard ligt gewoon wat lager dan bijvoorbeeld in België. En wat wil dat zeggen, lager? Nou, waar ik hier een stroom heb met 98% heldere, dus kleurloos transparante petflessen, is de stroom in Nederland zo dat ik 90% transparante petflessen heb, dus ook met andere kleurtjes. En daar houd je misschien 50 à 60% van over wat bruikbaar is voor te recyclen terug naar nieuwe flessen. En waarom hou je daar relatief niet zoveel van over? Ja, tenminste meer dan de helft. Er zit gewoon simpelweg minder helder pet in de kwaliteit die gemaakt wordt. Daarnaast is er meer ruimte voor andere soorten materialen, PE, TP, blikjes, maar ook saladebakjes en dat soort zaken die technisch niet heel moeilijk te recyclen zijn. Ja, dus het is nog eigenlijk niet helemaal goed gesorteerd, zou je kunnen zeggen? Ja, het is gesorteerd volgens de geldende normen. Ja, okay. Alleen die liggen een stukje lager dan bijvoorbeeld in een land als België. Ja, en ook lager dan jullie zouden willen. Tenminste, om zoveel mogelijk te kunnen recyclen. Ja, nu verliezen we er relatief veel op. We kunnen het verwerken, maar dat is ook omdat we het inmengen met betere andere stromen. Hier, deze. Dat hoort ook binnen de 10% die niet in hoort. Die ook. En wat gebeurt er met het plastic wat geen transparant kleurloos pet is, dus wat hier eigenlijk wordt afgekeurd? Nou, de transparante flessen met een kleur, die worden door ons eruit gesorteerd. Die persen we ook weer in balen en die sturen wij verder aan een meer gespecialiseerde recycler. Die eindigen vaak als een strepping, dus zo'n band om je kartonnen dozen bij poststukken bijvoorbeeld. De flessen die
gekleurd zijn, maar ook ondoorzichtig, opaak noemen ze dat. Ja, die eindigen bij ons vaak in een residustroom. En dat wordt dan bijvoorbeeld opgewerkt tot een alternatieve brandstof. Dus het wordt niet zomaar naar een verbrander gestuurd, maar het wordt verder opgewerkt samen met andere moeilijke afvalstromen, tapijten, kunstgrassen, textielen, noem maar op. En dan opgewerkt tot een soort fluff, een brandstof die gebruikt wordt in de steenovens, kalkindustrie, etc. Dus het vervangt daar weer fossiele brandstof. Maakt het voor jullie uit of het uit bron- of nascheiding komt in het proces? Ja, dat kan uitmaken. Het hangt af van hoe vies of hoe schoon de balen zijn qua aanhangende vervuiling als het hier aankomt. Als de balen redelijk grijs zijn van zand en modder en dergelijke, dan hebben de optische sorteermachines er wat meer moeite mee. En dat komt omdat wij heel agressief moeten sorteren op hele lichte kleurtjes. Bijvoorbeeld de mintgroen, lichtroos, lichtpaars, ja. Dat soort zaken. Kunnen niet in eindproduct. Jullie zoeken echt de kleurloze pet. Ja, en, want uiteindelijk ja. Is het doel van ons eindproduct om weer een helder saladebakje of een helder flesje te worden. En dat kun je niet maken van een gekleurde fles. Maar daar is wel een oplossing voor te bedenken. Als je nagescheiden materiaal optimaal zou willen verwerken en het meeste materiaal weer terug wil winnen, dan bij voorkeur was je het materiaal dan. En dan is de vraag, waar doe je dat in de keten? Leg je dat bij de recycler neer of bij de sorteerder? Het is heel moeilijk om net voordat je het met neersortering gaat sorteren, om dan te wassen. Omdat dan je lijnen nat worden en je lens ook vervuild raken. Dus idealiter zou je dat doen aan het eind van een sorteerproces van een sorteerder. Net voordat ze het balen. En dan krijgt de recycler schone balen. Ik verbaas me over het aantal keren dat ons plastic gesorteerd moet worden. Eerst om het uit het restafval te halen, dan om het op soort te sorteren en dan bij de recycler om het op kleur te sorteren en vocht en vuil eruit te halen. En bij elke stap valt dus wat af. Hoeveel plastic verpakkingsmateriaal recyclen we nu eigenlijk? Als we kijken naar kunststofverpakkingen, dan wordt 52% van alle kunststofverpakkingen die in Nederland op de markt komen, die wordt op dit moment gerecycled. Gaat het dan alleen om het verpakkingsmateriaal dat bij huishoudens vrijkomt, zou ik maar zeggen, weg wordt gegooid of ook wat bedrijfsleven weggegooid? Ja, in die 52% zit ook het bedrijfsmatige afval. Dus bedrijfsverpakkingen die op de markt komen, denk bijvoorbeeld aan omdozen of wikkelfolie, ompellets en dat soort zaken. En daarvan is het wettelijk zo dat bedrijven daar zelf voor moeten zorgen, dus die moeten dat zelf scheiden en afspraken maken met een inzamelaar zodat dat verwerkt wordt. Maar wij krijgen die kilo's op, dus we weten hoeveel er op de markt komt en we krijgen ook weer de kilo's op die ingezameld en gerecycled worden. Dus dat zit in die 52%. De manier waarop berekend wordt hoeveel er gerecycled wordt, daar heb ik kritische geluiden over gelezen en gehoord. En ik heb ook gehoord dat die berekeningsmethode wordt aangepast. Klopt dat? Ja, dat klopt. De manier waarop het berekend wordt, dat is in Europa, dus in Brussel, door de Europese Commissie vastgesteld en vastgelegd. Dus daar, op die manier doen wij het nu ook. En dat is zeg maar dat je het weegt na sortering. Dus afval dat ingezameld is, dat wordt uitgesorteerd. Er gaan niet verpakkingen uit, andere vervuiling gaat eruit. En dan hou je gesorteerd materiaal over. En dat is nu het wettelijke meetpunt. En er komt nieuwe wetgeving uit aan vanuit Brussel. En die zegt, nee, je moet nog een slag verder. En dan ga je dus meten of wegen nadat het geschredderd en gewassen is. Het gewassen maalgoed noemen ze dat dan in de branche. Ja, zodat je het vuil niet meer meetelt. Ja, dus dat zal dan consequenties hebben inderdaad voor het percentage dat we inzamelen. Wat wij ervan zien is dat dat rond de 20% uitval vaak is. En dan heb je in feite 50%, nu wordt dan 40%. Wel is dat nog steeds aan het stijgen. Het valt me toch tegen hoeveel we uiteindelijk overhouden aan gerecycled materiaal. Er zijn best veel verpakkingen die helemaal niet gerecycled kunnen worden. Heeft recyclen dan wel zin? Of kunnen we toch beter alles verbranden en er de energie uit terugwinnen? Recyclen heeft zeker zin. We hebben het in 2011 heel uitgebreid onderzocht met voorstanders en tegenstanders erbij in een commissie. En uiteindelijk was de conclusie, recyclen van kunststof geeft een stevig milieuvoordeel. Ook de mixed plastic stroom geeft een milieuvoordeel, wel ietsje kleiner, maar wel ook een voordeel. En zowel bron als nascheiding geven allebei een milieuvoordeel. Zelfs het recyclen van de mix, een mengeling van verschillende soorten plastic, heeft dus milieuvoordeel. Dat valt me mee.
Ik ben wel benieuwd naar wat dat dan is, die mix. En hoe het gerecycled wordt. Om dat te zien moet ik opnieuw naar Duitsland. Dit keer naar het dorpje Weira in de deelstaat Thüringen. Uitgesorteerde petflessen brengen geld op. Maar bij de mix krijgt de recycler geld toe. Waarom dat is, legt Tim Litjens van Kapkamer uit. Het is inderdaad een zeer moeilijk te verwerken materiaal. Het is geen monostroom, dus het kent vele verschillende soorten plastic die erin zitten. Maar daarnaast ook een hoge mate van vervuiling. Ja, dat zal allemaal in het proces eruit gehaald moeten worden voor een belangrijk deel. Het zorgt er natuurlijk uiteindelijk voor dat het nog steeds een zeer moeilijk te verwerken materiaalstroom is. Waardoor je ook beperkt wordt tot applicaties die... die wat vergevingsgezinder zijn in die zin. Die vergevingsgezinde toepassingen laat Tim Litjens me zien. Dit is een van de grass grids die we maken. Het is een lichtere variant. Die ook vervaardigd wordt voor een deel uit het materiaal wat uit de mix afkomstig is. Een zwaardere variant daarvan. Deze wordt volledig vervaardigd uit de mix. En deze grids kunnen die los raken en in het water raken. Je ziet hoe robuust deze zijn. Ze worden gebruikt voor parkeerplaatsen, bermbedekking en dergelijke. Dit materiaal breekt niet. Het bedrijf maakt nog meer. Bijvoorbeeld bouwhekvoeten die we ook in Leiden tegen kunnen komen. Trouwens, van hard plastic, zoals kapotte tuinstoelen die we bij de Milieustraat inleveren, maakt Kapka recyclebare pallets. En ook die kunnen we weer in Leiden terugvinden. Als je naar de balen uit Nederland kijkt, zie je vooral ook dat je veel vervuiling, organische vervuiling hebt, onder andere door de grote consumptie van zuivel in Nederland. Ja, dus wij herkennen op basis van het plastic en de vervuiling van het plastic waar het materiaal daadwerkelijk vandaan komt. Ja. Wij trekken dus veel materiaal aan van de sorteerders in Nederland, net als hier in Duitsland. Je ziet hier de verschillende samenstellingen van het materiaal wat binnenkomt. PET, metaal, papier, folie en uiteindelijk wat ze noemen reststoffen. Dus alle vreemde materiaal wat geen plastic is. Op basis van deze kwaliteitscontrole kunnen we precies bepalen wat er uiteindelijk in de mix zit. En kunnen we ook bewaken dat de kwaliteit van de mix als die hier binnenkomt voldoende is. En dat gebeurt in een voortdurende afstemming met de sorteerders zelf. Hoeveel materiaal valt er uiteindelijk uit en hoeveel kun je dus echt gebruiken? We zitten op een zogenaamde yield van 75%. Dat betekent dat de baal, als die binnenkomt, dat 75% daarvan uiteindelijk daadwerkelijk in het eindproduct belandt. De balen zijn veelal nat, dus er zit veel vocht in. Uiteindelijk van het plastic wat hier daadwerkelijk in de baal binnenkomt, blijft het absolute grote merendeel bewaard en komt uiteindelijk in het product terecht. Uiteindelijk is het belangrijk dat we in de mix voldoende folie hebben. De folie werkt uiteindelijk als een soort van lijm in het eindproduct. We kunnen daarmee ook wel een bepaalde hoeveelheid aan vreemde stoffen tolereren. Maar dat kent natuurlijk zijn grenzen. En daarom is het belangrijk dat we deze kwaliteitscontrole hier uitvoeren. En dat ook terugkoppelen actief naar de sorteerders zelf. Die vervolgens hun processen aanpassen om de mix uiteindelijk voor ons beter verwerkbaar te maken. Geert Bersma had al gezegd dat er een milieuvoordeel is bij het recyclen van de mix. Maar ik wil er nog meer van weten. Er wordt vaak gezegd van die mix is alleen maar goed voor bermpaaltjes. Nou, dat hebben we dus ook onderzocht. In 2011 al een latere keer een paar keer herhaald. En de conclusie was dat mix plastic vervangt beton, hardhout, staal en soms plastic zelf. En een beetje afhankelijk van wat je vervangt is het milieuvoordeel wat groter of wat kleiner. Maar het is altijd een milieuvoordeel. En met name het vervangen van tropisch hardhout. Dat geeft een stevig milieuvoordeel, ook dat zit in de buurt van het gebruiken van monostromen. Vervangen van beton, dat is het milieuvoordeel wat kleiner, maar het is er nog steeds. Loop je dan niet het risico dat je door uitloging toch weer een milieuprobleem krijgt? Dat risico is er zeker, daar wordt het materiaal wel op getest. En de conclusies wat ik ervan gezien heb, dat redelijk stabiel is. Maar daar is wel wat discussie over. En op plekken waar die bielzen heel erg veel botsingen krijgen of er heel veel
plastic afgaat, dan is de vraag of, nou, of je dat niet anders moet oplossen. Dan veroorzaak je weer microplastics eigenlijk. Ja, maar de andere bronnen van microplastics, bijvoorbeeld kleren wassen in wasmachines, autobanden, slijpsel en dergelijke, zijn waarschijnlijk veel groter. Maar het is een aandachtspunt. Zou je niet verpakkingen veel meer kunnen uitbannen? Regelmatig is het slim om verpakkingen dunner te maken, kleiner of dubbelverpakkingen niet meer te doen. Aan de andere kant, verpakkingen zorgen ook voor minder productverlies. En vaak komt de komkommer als voorbeeld en mensen irriteren zich aan het folietje rond komkommers. Nou, misschien is het opgevallen, sommige jaargetijden zit er geen folie omheen, sommige jaargetijden wel. En dat is juist om, dan is de komkommer vrij slap. En over de banden waar die komkommers geleid worden tijdens het inpakken en verzamelen, breken anders te veel komkommers. En een gebroken komkommer, die kopen wij niet. En een komkommer is in feite gemaakt met aardgas in kassen. En dan is dat dunne folietje, dat is milieukundig veel minder belangrijk dan een komkommer die gebroken is en die uitvalt. Nou, zo geldt dat ook voor paprika's, het stoplicht van paprika's. Dat folietje zorgt dat die paprika's net wat langer meegaan en paprika bederf komt veel voor. Dus zeker bij de verse en bederfelijke waar is een verpakking heel vaak, niet altijd, maar heel vaak degene die zorgt voor een minder milieubelasting doordat het product langer leeft. Ik pak de draad van de PET-recycling weer op. Bij Welman in Spijk zag ik hoe de heldere flakes gemaakt worden. In feite in stukjes geknipte en gewassen petflessen. Maar van die stukjes kun je nog geen nieuwe petfles maken. Daarvoor moeten de flakes worden opgewekt tot korrels. En dat doen ze onder andere bij Cumapol in Emmen. Directeur Marco Brons legt mij het proces uit. Want dit is het materiaal zoals het van recyclebedrijven komt. Ja, zo komt het van recyclebedrijven. Dus er wordt het gesneden en gewassen. En zoveel mogelijk gezuiverd. En hier wordt het in de extruder wordt het gefiltreerd tot een echt zuiver materiaal waar weer flessen van gemaakt kunnen worden. De extruder lijkt op een spaghetti machine. Alleen komen hier lange draden gefilterd vloeibaar PET uit. Ja, dat zijn de gesmolten polymeerdraden. Die gaan hier in een waterbad. En door het waterbad, aan het eind van het waterbad, worden ze gehakt tot korrels. In de extruder worden van flakes worden korrels gemaakt. Eerst spaghetti en dan de korrels gemaakt. En in de nacondensatie worden die korrels worden verder behandeld om weer voedselveilig te maken. En dat nacondenseren, is dat ook bedoeld om de kwaliteit van het materiaal te verhogen? Ja, bij het nacondenseren dan verhoog je de polymeerlengtes weer naar de oorspronkelijke lengte of hoger, kan zelfs, waardoor het polymeer weer sterker wordt. Polyester is een polycondensatiepolymeer wat je in stukjes kan breken en weer kan opbouwen. Dus dat is echt een circulair polymeer eigenlijk, wat je kan gebruiken en weer helemaal kan herfrissen, opfrissen en sterk maken. Net zo sterk als het oorspronkelijk materiaal. Dit is de batch nacondensatie. Hier gaat 20 ton materiaal in. Dat gaat draaien onder vacuüm. Dan trekken we alle vluchtige contaminanten trekken we er nog uit. Dus als een fles bijvoorbeeld misbruikt is doordat er terpentine in bewaard is, dan kunnen we die toch volledig zuiveren dat die voedsel veilig is. En dat is een studie die we hebben gedaan, de zogenaamde challenge test. Die hebben we gedaan in opdracht van de EFSA, de Europese Voedselveiligheidsorganisatie. En daarmee hebben ze beoordeeld dat het proces robuust genoeg is om voedselveilige producten te maken. Dit zijn dan ons eindproduct, de witte korrels, voedselveilig. Waar een nieuwe fles van gemaakt kunnen worden. Een van de dingen die ik me afvraag is, past de keuze van Leiden om het plastic door nascheiding uit het afval te halen in het idee, in het concept van de circulaire economie? Ja, ik denk dat het past in de circulaire economie. Namelijk de vraag is wat je ermee doet. Niet zozeer de manier waarop het gescheiden wordt, maar uiteindelijk wat je doet met deze bron. Ja, want zo noemen we afval natuurlijk is een bron op de verkeerde plek. En zolang dat weer op een goede manier hergebruikt wordt, past dat ook in de circulaire economie. Een bron op de verkeerde plek, dat is een mooie omschrijving. Ik ga ook op bezoek bij Rob Buurman van Recycling Netwerk. Recycling Netwerk wil meer aandacht voor de kwaliteit van recycling. Wat er natuurlijk gebeurt met recycling is, we doen deels nieuwe grondstoffen doen we vervangen met recycling. En dat doe je zo effectief mogelijk wanneer je
het gerecyclede materiaal weer kan terugbrengen in de producten, ja, waar het eigenlijk in eerste instantie in zat. En dat gebeurt nog heel weinig. Dus het wordt voornamelijk vaak weer in andere producten gestopt, waardoor producten van producenten, zeker van verpakkingen die op de markt worden gebracht, zelf niet duurzamer worden, maar dat andere producten op dat moment duurzamer worden. Maar we weten ook 40% van de plastics op de markt, dat zijn verpakkingen. Dat is een heel groot aandeel. En als wij al die verpakkingen iedere keer in andere producten gaan stoppen, dan worden die andere producten wel duurzamer, maar dan worden die verpakkingen zelf niet duurzamer. En dat is eigenlijk wat er steeds meer moet gaan veranderen. Dat we tegen die producenten van verpakkingen, tegen de Albert Heijn's, de Coca-Cola's en enzovoort van deze wereld, dat we zeggen, jullie moeten ervoor zorgen dat jullie je verpakking weer terugkrijgen. En als we dat voor elkaar krijgen, dan komen we dicht in de buurt van de circulaire economie. Hoe erg is het eigenlijk dat je uit verpakkingen naar andere dingen recycelt? Dus op dit moment kan dat prima. Als je op een gegeven moment echt naar een echt circulaire economie wil, waar alles kringloop is, dan wil je ook terug naar verpakkingen. En daar nou doen wij redelijk wat onderzoek naar chemische recycling. Het voordeel daarvan is dat het materiaal in feite steriel gemaakt wordt. De kleurstof wordt eruit gehaald. En de eigenschappen van dat nieuwe materiaal, die zijn vrijwel gelijk als nieuw materiaal. Dus dan kan je ook er weer voedselverpakkingen van maken. Ja, is dat dan niet de oplossing voor heel veel problemen? Dat zou kunnen, maar die technieken zijn nu nog in ontwikkeling en nog relatief duurder. En wat je eigenlijk ziet, dat is ook ons beeld, dat chemische recycling een aanvulling wordt op mechanische recycling. Zoiets als bijvoorbeeld flessen van PET, die kan je vrij goed recyclen en ook meerdere keren. En zeker als ze in een statiegeldsysteem zitten, kleine flesjes komen er waarschijnlijk bij. Daar heb je chemische recycling niet voor nodig. Bij die trays, dus die bakjes waar vlees en vegetarische dingen in zitten, is allemaal veel moeilijker. Daar is het wel geschikt voor flessen met een vervelende kleur, kan je de kleur eruit halen. Dus chemische recycling kan goed overweg, maar de dingen waar mechanisch het eigenlijk niet zo goed mee kan doen. Een van de initiatieven met chemische recycling is van Cumapol in Emmen. Het gebouw waar de pilotplant staat voor ons CURE-proces. CURE is monomer recycling, dus daar breken we het polymeer ietsjes af. Zodat het dun vloeibaar is, zodat we het goed kunnen zuiveren. En dan kunnen we ook de kleur eruit halen en heel fijn filtreren, echt microfiltratie. Ja, dus de problemen die er nu nog zijn met de mechanische recycling, dat we eigenlijk last hebben van kleur, die zou je daarmee oplossen? Bij mechanische recycling dan moet je uitgaan van helder lichtblauwe flessen. Anders krijg je nooit een kleurloos product. En met het nieuwe proces kunnen we ook de kleur eruit halen. Dus dan hebben we veel meer toegang tot andere grondstoffen ook. En kun je dan ook, als er bijvoorbeeld andere soorten plastic zitten, zoals bij de vleesschaaltjes en bakjes, daar zit een binnenlaagje in van... Ja, we kunnen een bepaalde vervuiling en andere polymeren kunnen we eruit halen, omdat die niet depolymeriseren, zoals we dat noemen. Dat blijft een polymeer en dat kunnen we eruit filtreren. Want die blijft dan dikker of hoe... Ja, het blijft polymeer, dus het blijft dikker en daarmee kunnen we het filtreren. Dat zit bijvoorbeeld op vleesbakjes. Er zit een polyethyleencontaminatie op van een plaklaagje wat erop zit. En dat kunnen we hiermee eruit halen. Dus in dit nieuwe proces kunnen we ook vleesbakjes recyclen. Ja, ja, maar dat moet zich nog gaan bewijzen. Dat moet zich nog gaan bewijzen. We hebben nu een pilotplant die we aan het bouwen zijn. Dat is een pilotplant van 20 kilogram per uur. Daar kunnen we niet kijken omdat dat nog vanwege patentsituatie dat te geheim houden. Maar uiteindelijk willen we de polymerisatielijnen die in dit gebouw staan, die willen we om gaan bouwen, zodat we 25 kiloton demonstratieplant kunnen gaan bouwen. En uiteindelijk kijken we ook naar textiel. Want textiel is eigenlijk, polyester is ook PET, eigenlijk dezelfde moleculen. En dus dat textiel dat willen we ook kunnen ontkleuren en opnieuw hergebruiken. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat dat meer energie kost dan mechanisch recyclen. Ja, ons CURE-proces monomer recyclen kost iets meer energie dan mechanisch recyclen. Maar je hebt wel beschikking over veel meer grondstoffen, omdat je kan ontkleuren. En het is nog wel efficiënter dan nieuw maken. Ik ben op reis geweest en heb gezien dat ons plastic echt wordt gerecycled. Nascheiden heeft zin. Recyclen is beter dan verbranden. We moeten minder plastic gaan verbruiken. Maar als we er voedselbederf mee kunnen voorkomen, is verpakking juist beter voor het milieu. Maar van al het plastic dat we weggooien, wordt nog niet eens de helft echt gerecycled, terwijl er toch veel werk en energie in wordt gestoken. En lang niet al het gerecyclede plastic kan weer worden gebruikt voor hetzelfde doel.
Weliswaar is recyclen dan nog steeds beter voor het milieu dan nieuw plastic maken, maar het past niet in een circulaire economie. Ik kom een onderzoek op het spoor bij de TU Delft, waar professor Peter Rem en zijn team werken aan een nieuwe manier van sortering. Ik dacht dat ik al veel wist over welke soorten plastics we hebben, maar dat blijkt tegen te vallen. We moeten nu nog één hele belangrijke stap zetten. En dat is dat we moeten herkennen dat bijvoorbeeld polyethyleen, dat niet één soort kunststof is, maar dat honderden verschillende soorten kunststoffen zijn. Die variëren zeg maar in de viscositeit als ze gesmolten zijn, zodat bijvoorbeeld sommige soorten polyethyleen heel goed gebruikt kunnen worden om flesjes van te maken. En andere, bijvoorbeeld meer voor sheet, of om een dopje uit te persen. En dan hangt het er ook nog vanaf wat je erin doet. Welke additieven moet er in die polyethyleen om dat ermee te doen, dat ermee te verpakken wat je wilt? Ja, want wat zijn dat voor stoffen, waar dienen die voor? Dat zijn bijvoorbeeld dingen die ervoor zorgen dat als de polyethyleen heet wordt gemaakt, dat die niet heel snel oxideert. Dat zijn stoffen waardoor zo'n polymeer bijvoorbeeld geschikt wordt om er bleek in te transporteren. Want dat is heel iets anders dan bijvoorbeeld shampoo. Ja. En die additieven en die ketenlengte van die kunststoffen waardoor de viscositeit zeg maar varieert, dat kan je achteraf niet meer makkelijk terugbrengen. Als er een additief in zit dat die kunststof beschermt tegen oxidatie en dat additief is van een bepaald type en je gebruikt zelf een ander additief, dan kan je dat niet met elkaar mengen. Mm-hmm. Waarom niet? In het algemeen gaan chemische additieven met elkaar reageren. En dan zie je bijvoorbeeld dat als je twee witte flakes polyethyleen hebt en je smelt ze samen, dan wordt het geel. Dus dat is lastig van kunststoffen. En als wij kunststoffen echt weer circulair willen maken, dan moeten we de kunststof van de bleekfabrikant moeten we weer terugbrengen naar de bleekfabrikant. Dat is nogal wat. Alle verpakkingen terug naar de fabrikant van het product dat erin verpakt was. Als je het voor het eerst hoort, dan denk je van, maar dat kan toch helemaal niet. Want dat betekent dat we die kunststof weer naar duizenden producenten terug moeten brengen. Dit is typisch wat je uit zo'n plastic scheiding krijgt. Dit is een polyethyleen, maar in allemaal verschillende kleuren. En als je dit naar 100 of 1000 verschillende fabrikanten terug wil hebben, dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan proberen alle paarse van deze kleur af te scheiden en daarna alle rode en daarna alle gele. En dan is het heel veel werk. Als je het logaritmisch doet, dan scheid je zo'n mengsel precies in tweeën. Alle donkere kleuren aan één kant en alle lichte kleuren aan de andere kant. En als je die twee producten nog een keer door de machine gooit, dan maak je één scheiding extra en dan worden het er vier. En de keer daarna worden het 8 verschillende types. En dat is dat logaritmische aspect. Heb je eigenlijk met heel weinig werk, scheid je uiteindelijk in 100 of 1000 soorten. Nou, dat is iets wat we nog moeten implementeren. En deze machine is het eerste lab-prototype dat moet gaan doen. Met de nieuwste neerscanners kunnen flakes niet alleen op kleur en soort herkend worden, maar ook op viscositeit en gebruikte additieven. Het is zelfs gelukt om te zien of een yoghurtbakje van Albert Heijn komt of van de Plus. En dat maakt het uiteindelijk mogelijk om die flake weer terug te brengen naar Albert Heijn, als hij van Albert Heijn kwam. Ja. En dan gebeuren er twee hele belangrijke dingen. Ten eerste, je verliest eigenlijk niks meer. Maar wat ook gebeurt, en dat is ook heel belangrijk, er zijn nu mensen die plastics gebruiken die heel slecht te recyclen zijn. En als je je flakes weer terugkrijgt, dan zorg je er automatisch voor dat het goed te recyclen is. Want anders dan heb je er niks aan als het terugkomt. Dus dat is een heel mooi aspect van dat terugleveren van plastics, van dat circulair maken, is dat mensen op gewezen worden dat je die verantwoordelijkheid hebt. Na alles wat ik gezien en gehoord heb, snap ik dat het niet alleen gaat om zoveel mogelijk kilo's plastic te recyclen, maar ook om die kilo's zo goed mogelijk te recyclen. Liefst zo dat je er weer een gelijksoortig product van kunt maken. Tenminste, als je streeft naar een circulaire economie. Wat voor mogelijkheden heeft een gemeente om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de recycling? Dat wisselt een beetje hoe de gemeente het georganiseerd heeft. Een gemeente, als zij zelf PMD aanbesteden, dan kunnen ze vragen
voor een goed sorteerrendement. We hebben daar ook een handleiding voor gemaakt in discussie met de afvalsector. En eigenlijk is de conclusie, stop de vermarkting in dat contract. Dan geef je in feite de partij die het sorteert ook een prikkel om wat materiaal met veel waarde te maken. Dat betekent veel monostromen en zoveel mogelijk monostromen. En een ander punt is, van de meetpunt voor recycling dat gaat verschuiven. Gemeenten krijgen geld uit het afvalfonds voor hoeveel ze nu naar recyclaars brengen. Dat gaat veranderen naar hoeveel ze daadwerkelijk gerecycled gaat worden. En gemeenten moeten daardoor beter op gaan letten dat hun materiaal, wat ze laten inzamelen door burgers, dat het ook echt in de recycling komt. Anders gaat het gemeenten een hoop geld kosten. Een van de pijlers van de circulaire economie is preventie, het voorkomen van afval. Alles wat je niet nodig hebt, moet je ook niet maken. Dan hoef je het ook niet te recyclen. Want hoe goed we ook recyclen en hoe slim nieuwe technieken zullen zijn, het blijft altijd energie kosten en er zullen altijd verliezen optreden. Maar eigenlijk in de circulaire economie willen we natuurlijk nog veel meer voor aan die cirkel zitten, namelijk ook het voorkomen van afval. Hoe kun je zorgen dat er aan de voorkant bepaalde producten helemaal niet meer gebruikt worden? Hoe kun je zorgen dat er producten niet meer in plastic verpakt worden? Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat, zoals bijvoorbeeld op 2 en 3 oktober, mensen niet een wegwerpbeker gebruiken, maar een herbruikbare plastic beker? We zijn bezig met het afvalpreventieplan. Daar wordt daar juist aandacht aan besteed van hoe kun je, nou, op huishoudelijk niveau, maar bijvoorbeeld ook bij scholen en bij bedrijven kijken hoe je dat afval kunt voorkomen. En dat vind ik zelf een hele belangrijke, want daar begint die hele cirkel van die circulaire economie. Ik ga ook kijken bij de plastic soepsurfer Marijn Tinga. Marijn bouwde een surfplank van zwerfplastic en surfte daarmee de Rijn af om zo te vechten tegen het alsmaar toenemende plastic zwerfvuil. Zijn meest recente actie is tegen knetterballen. Plastic dat gemaakt is om op straat te gooien. Knetterbal. Want voor mij is de kern, eigenlijk symboliseert dit de kern. Er zijn bedrijven die voor plastic kiezen en zich niet druk maken over de consequenties. Namelijk, dit is plastic, dit is ontworpen om uiteindelijk op de grond uiteen te spatten. Dat is de kern. Bedrijven moeten die verantwoordelijkheid nemen om hun eigen op de markt gebrachte materialen weer terug in te zamelen. En eventueel te recyclen. Liever natuurlijk op een andere manier her te gebruiken. In mijn visie moeten we niet op zoek naar alternatieve materialen. Alternatieve materialen die precies hetzelfde doen als dat plastic, alleen slechter. Want dat plastic is uitermate outperformed, hoe zeg je dat? Gewoon heel handig. Het is super goedkoop in allerlei vormen te persen. En dat zorgt er ook voor dat we overal op elk moment alles kunnen krijgen. Maar we moeten juist van dat gedrag moeten we af. Dus we moeten niet op zoek naar alternatieve materialen die hetzelfde doen als plastic. We moeten op zoek naar alternatief gedrag en dat mogelijk maken. En daarin spelen bedrijven gewoon een sleutelrol. En wij als consumenten, wij als burgers, moeten druk opbouwen op die bedrijven, maar ook op de politiek. Want uiteindelijk, de bedrijven die kunnen dat alleen maar doen als er een level playing field is. Als er dus, als al die bedrijven hetzelfde moeten doen. Want anders blijft plastic altijd het goedkoopst en het gemakkelijkst. En wij als consument zullen altijd kiezen voor gemak en prijs. Wat zou een voorbeeld zijn van ander gedrag? Een heel mooi voorbeeld van ander gedrag daarin is bijvoorbeeld de invoering van statiegeldbekers tijdens Leidse Ontzet hier in Leiden. Daarin zie je dat de vervuiling in één keer oplost, omdat iedereen zijn beker terug moet brengen. En iedereen uiteindelijk is lovend daarover. Heel duidelijk voorbeeld. En als je het nou hebt over andere manieren van gedrag mogelijk maken. Hoe kan het zijn dat als je op het station je koffie haalt en je neemt je eigen beker mee, dat er niet mogelijkheden zijn om die beker om te spoelen of terug te brengen, ook met statiegeldsystemen bijvoorbeeld. Die hele koffiehaalcultuur op stations is erop gericht dat jij zo'n wegwerpbeker meeneemt. Dat zijn de transities die we nodig hebben. En zo komen de toekomstvisies van de Delftse hoogleraar en de plastic soepsurfer dicht bij elkaar. Producenten krijgen de verantwoordelijkheid
om hun eigen op de markt gebrachte materialen weer terug te nemen en opnieuw te gebruiken. De steeds slimmere techniek zal hen daarbij helpen. En de gemeente? Die moet de stevige vinger aan de pols houden om niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de recycling omhoog te krijgen. En de gemeente moet zorgen dat ons restafval goed na te scheiden is. Dus meer GFT apart inzamelen. Want hoe droger het restafval, hoe beter het plastic is na te scheiden. En ik, als inwoner van Leiden? Ik gooi in elk geval geen afval op straat, maar dat deed ik toch al niet. En wat ik apart kan houden, GFT, papier, glas, textiel en elektrische apparaten, dat hou ik apart. En ik ben blij met de recycling, maar realiseer me dat het geen excuus is om steeds meer plastic te gaan gebruiken.